Ben je een herinschrijvende student, dan kan je meteen inloggen met je NetID en verder gaan. Probeer je je voor het eerst aan te melden als nieuwe student, dan moet je voor eerst een account aanmaken door hier te klikken. Dit account heb je in de toekomst namelijk nodig om in te loggen in de self-service omgeving om je inschrijving te voltooien. Het makkelijkst is om dit te doen met je e-ID-kaart en een e-kaartlezer. Dat bespaart je een hoop invulwerk. Dit wel, je start hiermee best tijdens de kantooruren van het DHO, het Database Hoger Onderwijs, want dan worden je eerdere opleidingen en diplomas automatisch geladen. Je vindt de openingsuren op de website van DHO. Bij het aanmaken van je account zal je automatisch een gebruikersnaam toegewezen krijgen. Je paswoord kies je uiteraard zelf. Nu ga je eerst je persoonsgegevens invullen. Dit kan manueel of makkelijker via je e-ID. Koppel je e-kaartlezer aan en klik daarna op e-ID ophalen. Automatisch verschijnt er wie je bent, je familienaam en voornaam, je geboortedatum, plaats en land, je rijksregisternummer enzovoort. Je bent afkomstig uit een land buiten de Europese economische ruimte, dan zal je het veld Statuut moeten invullen. Dit veld Statuut geeft weer op basis van welke wettelijke nationale of internationale vergunning je in België verblijft. Ben je hier met een internationaal studentenvisum, dan duid je keuzeoptie Anderen aan. Om eventuele terugbetalingen te doen, is het nodig je IBAN-rekeningnummer door te geven. Vul je internationale bankrekeningnummer in door alle cijfers achter elkaar te typen. Je start met de tweelettercode van je land, gevolgd door 14 cijfers. Let op, gebruik geen spaties. Vul je dit tabblad manueel in, dan dien je ook je adresgegevens aan te vullen. Het is best hier een lokaal correspondentieadres op te geven. Dit is beter en sneller dan je thuisadres. Terwijl jij verhuist, ontvang je je Belgische post sneller hier. Dit kan bijvoorbeeld het adres zijn van je broer of je vriendin die in België woont. Vergeet niet om onderaan elke webpagina eerst op Bewaren te klikken om te voltooien en dan naar de volgende stap Privacy-instellingen door te gaan. Je ontvangt na het voltooien van deze eerste pagina alvast je inloggegevens in je inbox. Check deze voor je verder gaat.